Hey hallo en welkom terug bij een nieuwe video op het kanaal. Vandaag spelen wij weer Hamburg. We hebben even onze auto volgetankt en uh, wij gaan naar de juwelier, want die is zojuist overvallen. Uh, dus ik denk dat ik even hier links ga in plaats van omga. Uh, rijden in de bocht. En dan, want dan kan ik hier gelijk zien wat er allemaal gebeurt. Ik weet niet, wordt er iemand achtervolgd of. Ik weet niet, GM00 is die, want het... GM00, dat is een politieagent zelfs, die is undercover. Lekker bezig, jong. Dan uh, denk ik dat wij maar gaan wachten op een, nieuwe af op een nieuwe melding. Want ik heb echt geen idee wat, uh, wat er allemaal gaat gebeuren. Misschien is hij wel corrupt. Ik heb geen idee, dat gaan we wel later in de video zien. Dus staat daar wel een gele Mercedes bij de bank. Even kijken, uh, wie ben jij en wat doe jij? Uh, even kijken, HN. Jij bent wel... Oh! Deze man trekt een pistool, joh. Doe eens even rustig. Hallo. Laat vallen dat wapen! Laat vallen dat wapen! Laat vallen! Laat vallen! Hoppa, nou, verdacht is neer. Uh, dat, uh, en hij uh, liefde ook gelijk. Nou, dan uh, gaat hij lekker in ieder geval naar de gevangenis als hij weer joint. En dan gaan wij wachten op de volgende afle op de volgende melding. Nou, dat hoeven we eigenlijk niet. Want de werkt is overvallen. Ik weet alleen niet of we daar op tijd komen. Maar we gaan toch maar rest even daar kijken. Later. En dus uh, het alarm gaat nog wel af. Maar we zien hier niemand meer in de omgeving. Uh, dus ja, uh, dan zijn we toch een soort van te laat. Uh, de kans is wel dat hij hier inderdaad, waar mijn collega al naartoe gaat, bij de Adax staat. Alleen daar staat nu waarschijnlijk alleen die vrachtwagen. Uh, dus ik heb geen idee waar die is. We kunnen ook nog eventjes bij de Osso, uh, Vuel en de Hofladen kijken. Of daar nu iemand staat... Uh, Ares, oh ja, dat is een goede naar de, de werkzeug. Want uh, het is natuurlijk rechtdoor, dus die staat nu bij Ares tankstellen, Daar gaan we daar nu snel naartoe. One eternity later. Ja, en daar rijdt een zwarte Volkswagen weg. Uh, even kijken, ik weet niet waar die naartoe gaat. Maar die heeft in ieder geval twee banden lek, dus daar gaan we lekker met de collega de achtervolging op mee zetten. En hij is geliefd, oké. Okay. de juwelier is ook over, alweer overvallen. Weet je, dan gaan we even kijken op de camera's. Uh, even kijken. Ja, en die is ook al aangehouden, zo te zien. Er loopt er nog wel iemand rond. Uh, ja, oké. Okay. Dus de juwelier, daar zijn nog steeds mensen aanwezig en ook aan het overvallen. Dus dan gaan we daar snel even naartoe. Twelve seconds later. En iets waar we meer kans hebben om iemand te pakken is Gus and Go. En daar krijgen we echt zojuist een melding van. Dus ik ga, denk ik, de juwelier gaan even skippen. En dan staan wij hier bij uh, gas en Go. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hoop. Uh, so. Veel succes met uh, de rijden. Oh, jij gaat achteruit. Dat. Uh, God, ik mis nou weer precies één stopstick. Lekker bezig. Nou, dan gaan we in ieder geval zijn autootje een beetje vullen. Uh, zodat hij uh, niet meer heel ver komt. En dan gaan we nog de volgende inzetten. Serieus, en dan liefde hij gewoon echt net op dat laatste moment. Wat een flikker! Wat een flikker! Oei, 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 oei. En uh, ja, prachtig. Wauw. Uh, ja, nou, eigenlijk niet zo heel prachtig. Wauw. Uh, wij uh, gaan maar weer lekker de auto in en wachten op een volgende melding. Even kijken. En die werd net overvallen, en nu nog steeds. Even kijken. Ze zijn ook elkaar aan het slaan, dus ik weet niet wie. Hoppa, jou ja, hebben we in ieder geval. Mooi, mooi, mooi. Mooi. Oh, ik hoor dat er geschoten wordt door wie, geen idee. Uh, maar dat moeten we niet hebben. Ze uh, so, hoppen jij in de auto. En dan uh, gaan we die in ieder geval lekker overheen naar de gevangenis. als we wel 2000 years later. En toen was er opeens niemand. Want het, wat hebben wij ook een saai leven? Zeg, wat hebben wij ook weer een saai leven? Nou, eigenlijk niet, want we zijn net zwaar beschoten. Maar, maar oké. Okay. Uh, ja, nou, we gaan denk ik maar gewoon wachten op een volgende melding. En dat duurde niet lang, want de hoofdlader wordt overvallen. Dus daar gaan we even naartoe. Even kijken, er staat daar nog wel een auto, geloof ik. Dus we zijn nog redelijk op tijd. Uh, even kijken, waar gaat hij naartoe? Hij heeft al in ieder geval twee lekke banden, dus we gaan lekker de achtervolging inzetten. Tenzij hij nou opeens denkt te lieven. Inval zijn, zijn zijn laatste banden ook lekker. Ja, dat wordt dus geen achtervolging meer. Want zijn auto is stuk. Dus we halen even lekker uit zijn auto en we gaan hem overbrengen naar de gevangenis. Dit ging ook weer zo simpel, hè. One Eternity Later. En die wille wordt over ik, zag, ik zat zo te kijken. Ik dacht, we hebben helemaal geen melding binnengekregen. Maar er is toch iemand Wanted even kijken, dat is, is de verkeerde groene auto. Hop, stop jij eens met rijden. Stop jij eens met rijden met je Volkswagen. Uh, even kijken. Die is uh, nu ook geliefd. Dus dat betekent dat er nu niemand meer want. Ja, maar dit, uh, dit slaat helemaal nergens meer op. <laughs> dit slaat helemaal nergens meer op. Ik denk dat wij eraan gewoon maar weer gaan wachten. Later. En Ares viel is weer overvallen door deze persoon die we ook al eerder hebben aangehouden. Om precies te zijn de persoon die we net hebben aangehouden voor het laatst. Uh, die niet liefde, uh, dus ja, ja, het zou wel grappig zijn als we hem nou gelijk weer tegenkomen en hem pakken, dat zou wel very funny wezen. Um, dus als is staat hij nu bij Ares Fiel zo'n beetje bij de kassenraap. Um, even kijken en hij uh, is al weg. Oké, okay. dat gaat lekker, dat gaat even lekker. Uh, staat hier niet meer, geen auto's die wegrijden. Zou die dan nu door zijn naar de uh, Werkzeugladen, nee, uh, dan is het dus nou, ook niet die, uh, dat is een politieauto, dan heb ik echt geen idee waar die naartoe is. Uh, dan gaan we maar eens eventjes hierboven kijken of hier mensen staan. Er sta, staat daar een auto bij de. Bij ons zo oh. gaan we even kijken, want het lijkt alsof daar een auto staat. Dus ik niet zeker weet. Uh, daar staat geen auto. Oké, okay. ik ben gescand door mijn eigen ogen. Ga lekker zo. Hoppa. Dan uh, gaan wij maar uh, wachten op een volgende melding, denk ik. 2000 years later. En als zo tankstellen wordt overvallen, laten wij daar nou net heel dichtbij staan. Uh, dat is wel voordelig. Dat is wel voordelig. Even kijken. Zo, so, hop. Knelle we gelijk even een backupje bij en dit is de auto waar het om gaat. Hallo hallo hallo, jij staat daar nog binnen zo te zien. Even kijken, Taser, eerste keer gefaald. Nou en jij lieft gewoon, jij gaat eerst proberen om weg te komen. Suspect osso left game, opa. Dan uh, kunnen wij weer lekker door naar de volgende melding als die binnenkomt. Oh ja, en de volgende melding is dat er een, uh, een venningmachine wordt overvallen bij het ziekenhuis. Ja, zo dichtbij dat kun je wel op tijd komen, denk ik. Want die venningmachines daar kun je heel snel mee weg zijn. We gaan even de, ook de koplampen uitzetten, zodat we echt opeens zijn. En je ziet het, we komen nu al aan, nu pas aan en hij rijdt al weg. Het zal wel deze persoon zijn, F.W. Ja, dat is hem. vier sterren, wij gaan de achtervolging op jou inzetten. Hoppa, mooie inbox, mooie inbox, mooie inbox. Uh, deze voor mij ook gefaald, even kijken, pak mijn collega hem. Lijkt er niet op naar nee, ijs, geliefd. Jammer. Nou, maar de, dit was wel een nette inbox. Zo twee auto's erbij. Dat, dat was wel een hele nette inbox. Dat had heel goed kunnen aflopen voor ons. Uh, dus uh, ja, dat was, daar ben ik eigenlijk wel weer tevreden mee. Daar ben ik zeer tevreden mee. Maar ik zet de video alweer erg lang. duurt Dus uh, ik wil jullie graag bedanken voor het kijken. Naar deze video heb je nou genoten. Abonneer dan zeker. En zie je graag morgen wel weer terug bij een nieuwe video. Tot morgen maar weer.